AREA wil woningen aanbieden die naast betaalbaar ook duurzaam zijn. Maar steeds vaker lopen we er tegenaan dat het elektriciteitsnet vrijwel vol is. En de woningen met zonnepanelen niet meer kunnen worden aangesloten op het net. In dit project met TNO gebruiken we deze zonne-energie zoveel mogelijk in de wijk zelf. Om zonne-energie zoveel mogelijk in de wijk te benutten, ontwikkelen we binnen TNO een zogeheten Digital Twin. Dat is een digitale tweelingbroer van het appartementencomplex, waarbij we de gebruiksdata uit de woningen benutten om de Digital Twin te voeden. Met behulp van sensoren in de woning en kunstmatige intelligentie is per huis keurig de energie te voorspellen en vervolgens te verschuiven om zoveel mogelijk zonne-energie lokaal te gebruiken. Prettig, betaalbaar en duurzaam wonen is voor Hendrik Koppelmans het uitgangspunt. Wat tot uitdrukking komt in dit energie-neutraal gebouw. Alle gegevens van het gebouw staan in een BIM-model, waardoor TNO hier eenvoudig een digital twin van kan maken. Samen monitoren we de woningen en met de opgedane kennis verbeteren we onze concepten. Met onze nieuwe warmtepomp kunnen we de levering van warmte verschuiven zonder dat het comfort van de bewoner in het geding komt. Itadaal erop heeft daarom extra functionaliteit ontwikkeld om de data van de warmtepomp lokaal te ontsluiten naar de Digital Twin. In de toekomst zal deze functionaliteit beschikbaar komen in al onze warmtepompen. Als expert op het gebied van het monitoren van en het sturen op prestaties van woningen maken we het vanuit Binex mogelijk alle data uit de woning en de daar aanwezige apparatuur te combineren. De gegevens komen samen in onze cloud-omgeving, zodat de Digital Twin van TNO ze kan verwerken om het energiegebruik te optimaliseren. Onze bewoners spelen een belangrijke rol om dit project tot een succes te maken. We betrekken hen dan ook actief bij het innovatieve concept en de slimme aansturing. We werken samen met TNO en andere partners binnen het Europese project Synikia om wijken energie-neutraal te maken.